Ik zie eigenlijk volgens mij helemaal geen klok hangen. Nee, er is geen klok. Nee? Nee. Zij heet Margriet Sjoerdsma en won als zangeres vorig jaar een Edison. En hij, Martin Fonse, is componist des vaderlands en componeerde onder andere de muziek voor de film Wat. Every age I have been grateful. Samen maakten ze de muzikale voorstelling Stop de Tijd met dichteres Nienke Tuinman en het balletorkest. Ik tref het muzikale stel op hun woonboot in Amsterdam. Oh my friends who... Het gaat eigenlijk over de wil van de mens om de tijd naar zijn hand te zetten. Dus eigenlijk de klok, het horloge waar je net over had, is er één van. Dus alles indelen in hapklare blokjes, dan kun je afspraken maken, dan kun je dingen geregeld krijgen. Dat is één van de dingen om de tijd te vatten. Maar het gaat nog veel meer. Het gaat ook echt over wat gebeurt er na onze dood. Daar zijn ook heel veel mensen mee bezig. Sommige mensen laten dus inderdaad hun lichaam invriezen in de hoop dat ze over 1000 jaar ergens anders wakker worden. Juist die vraag van, gaat het daarna door? Is er een hiernamaals? Of moet je juist nu alles ervaren? Moet je nu alles in je leven doen? Opdat je een volledig geleefd leven hebt aan het eind? Dat vind ik een hele interessante vraag. Martin bewerkte bijvoorbeeld een gedicht van de pas overleden dichter Remco Kampert. Zelfs morgen. Zodat je niet hoeft te vertwijfelen, leef ik nog in mijn haar en nagels die ook groeien zonder hart. Voor mij staat dit stuk eigenlijk heel erg model voor waar het over gaat. Hij zegt er ook in, ik leef voort in alles wat ik heb nagelaten. En dat kan zijn in een handtekening die ik nog eens heb achtergelaten. Kan zijn in die bevingerde boeken waar hij over zingt. Of zelfs zijn oude sokken die nog ergens onder een kast liggen. Mm-hmm. Zelfs morgen leef ik nog in bevingerde boeken en oude sokken. Die je nu bent vergeten onder in de kast. Jullie zijn ook een stel. Ja? En die maakt samen muziek. Hoe doe je dat dan? En komt daar wel eens de afwas tussendoor? Inhoudelijk kunnen we heel goed samenwerken. Ja. Dus voor bijvoorbeeld, ja, ik kwam een keer terug van yoga met Kloffie en hij zat muziek te luisteren. Of gewoon ideeën van je piano opgenomen. En ik kwam binnen en ik dacht, hey, leuk. En dan weet ik ook dat mijn moment moet ik pakken. Dus ik ben hier gaan zitten in mijn kleren op de grond naast hem. De tekst van Vrouwkje erbij gepakt. En toen hadden we zo een paar liedjes af. En dat doen we dan echt binnen een half uur. Dus dan werken we opeens... Heel snel. We werken dan heel snel. Maar dat is heel intuïtief. Dat is inderdaad tussen de afwas door. Loopt het altijd synchroon dan? Of heb je ook wel eens dat jij dan bezig bent met muziek en dat Margriet dan wil stofzuigen? Dat is echt nooit aan de hand. Echt nooit. Soms kun je tijdens het stofzuigen de beste ideeën hebben. De bekende onder de douche. Ga fietsen, ga een eentje wandelen. Ja. Daar heb je de beste ideeën eigenlijk. En daarna ga je zitten en dan werk je het uit. Ergens moet een land zijn waar je niet. En we hebben bijvoorbeeld ook een liedje op tekst van Vrouwkje Tuinman dus. En die gaat over dat het zo vreselijk is. Weet je, als je op zo'n Nederlandse verjaardag zit met zo'n punt slagroom. Je zit allemaal in een kring. En ze heeft daar een heel mooi gedicht over gemaakt. En daar heb jij dan een totaal circusarrangement op gemaakt met... En gewoon heel uptempo, leuk, geinig, vrolijk stuk. Ergens moet een land zijn waar je niet in kringen hoeft te zitten met een bordje. Slagroom in je hand. Ja, je hebt Edison gewonnen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, leuk, waar hè? Waar heb je die toen voor gekregen? Ik heb die toen gekregen voor mijn album Northern Lights, een ode aan het Noorderlicht. Ja. Met mijn Odeon Orchestra, dat is een van de vele muzikale projecten die ik heb. I can remember who's you, who's me. I have forgotten where I need to be. Ze heeft een geluid wat enorm aanspreekt, wat direct uiteindelijk je brein passeert, zeg maar. Of bypast en meteen naar je hart of naar je ziel gaat. Here in Iceland. En je kunt daarnaast ook nog betekenis geven aan de tekst. Dat is een soort dubbelloopsgeweer. Daar krijg je echt hele grote resultaten mee. Dan willen we natuurlijk ook nog even wat van de componist des vaderlands horen. Het WK is nu, hè? Stel, Nederland wordt wereldkampioen. En ze vragen jou, componist des vaderlands. Zeker. Maak daar eens een mooie hymne op. Misschien moeten we dan toch eigenlijk toch een beetje in de zin van het Wilhelmus ergens... MUZIEK
Ja, goed. En dit was nog hier en daar wat abstract. Af en toe is het heel duidelijk. Ja. Weet je, zo zit voetbal ook in elkaar. Je speelt een systeem. Weet je wat dat systeem is? Dit stukje muziek. Mm-hmm. En vervolgens is het natuurlijk ook nog die chaos van de tegenstander in het veld. Dus het wordt abstracter en op een gegeven moment komt het toch weer goed. De voorstelling Stop de Tijd gaat dit weekend in première in Theater De Meersen in Hoofddorp.